Maar wel een probleem. Prachtig. Ja, sommige dingen rekken inderdaad wel. Hij is daar. Hij zit nu in de kelder. Ja, ik heb geen grenade. Oh ja, stream is inderdaad dood. Wat dan? Ja, de stream loopt vast. Moet weer gerefreshed worden oh. Ofzo. Dat is niet zo best. Bij mij loopt hij nog wel door. Vaag. Komt het ook niet half omdat jij de streamer bent? 157 damage. Wat ben je allemaal aan het doen? Volgens mij wist je het zelf ook niet. Nee, volgens mij ook niet. Ik ben zelf ook een beetje aan de handen zijn. Maar kom zo. En ze weer kijken. Alvast bij trucs dan ben ik hem weer veranderd. En als je play klikt of reload, staat hij. Raar, bij mij loopt hij gewoon goed. Als ik nou een rondje draai, dat is niet heel veel delayed, zeg maar, op wat daadwerkelijk gebeurt. Dus. Heel frappant. Maar nou deed de pump wel zijn werk, moet ik zeggen. Want de pump zei heel vrolijk: hey, hier heb je 100 nog wat damage. 135%. Wat ik hoort. Dat is nog een witte pump ook. Hè. En morgen werk je. Dan, Ja, ik ben bang van wel. Helaas. Ja, heb ik niks klaar. Ik bedoel, nou, het was vandaag. Ik had misschien niet terug moeten rennen. Maar ik denk, weet je wat, ik ga mooi daar zitten en dan komt het goed. Maar er was er eentje die beneden zat en eentje die zit boven de berg. Want waarom niet? Is nog niet bekend, BLNL. Of Dries was het, dacht ik. Wanneer Q2 uitkomt. Oké, okay, we gaan switchen. Joep. Eindelijk, Daryl helemaal blij. Is die eindelijk vanaf. Is Desley er nog? Volgens mij niet. Nee, Desley is er niet. Ik spreek je de volgende keer wel weer of ja, zo. Ja, is goed. Zo. Don is er ook niet meer. En ja, ik heb een goedje. Jay is al een maand lang er niet meer. Yo, laten we het doen. 1 uur en 5 minuten later. Sorry, niks aan te doen. Verse koeien nog wel. Kijk eens aan. Die moeten allemaal gemolken worden. Je allemaal een of andere machine insturen. Die automatisch aan hun tepels de melk eruit. Train station out. Hallo. Hallo Jay. Jij hebt een brommerige mic. Een wat is een mic? Een brommerige mic. Een oh. Mic. Ja, beste imitatie ook. En ja, je kunt mij joinen als het goed is. Tot meteen. Ja. En eens even ga kijken. Ik ga een andere mic pakken. Ja, is goed. Prima. En ja, oké. Okay, dat klopt, Don. Dat klopt. Agreed. Maar nou was alsnog eerst Desley geweest. Dus dan was je er nog niet geweest. Dus het maakt niet uit of ik nou de normale tijd aan ga houden of niet. Jij was sowieso niet terug geweest. En ja, dat zeg ik dus, Leandel, dat hij daar een machine voor heeft. Dus hij hoeft alleen maar de koeien naar die machine te sturen. En dan die koeien worden automatisch gescand. En
Dan komen van die zuignappen eraan, zeg maar, en dan loopt de melk eruit. En dan wordt die koe automatisch weer doorgestuurd, en dan loopt hij weer door en dan is het klaar. Dus hoef je niet heel veel te doen. Mijn brightness, 50-50. Wat is er zo boeiend aan mijn brightness? Hey, Senna is ook nog. Zijn we nu beter? Ja, veel beter. Hele verbetering. Oh, wow. Nee, dat is helemaal onzin. Helemaal volledig onzin. Oh kut, Daryl zit er nog in. Vechter. Je kunt mij joinen, hoop ik. Ja. Maar ik moet bijna Battle Pass up. Bijna 10 XP extra. En in de lijst met van kijkers, ja klopt, ja. Dat is wel handig. Als die laat tenminste, die laat niet echt bij mij. Hij wil niet inloggen, what the fuck. Nou wel. Desley is er dan niet meer, Dennis is er nog wel, Electrical Skateboard, Floor is nog steeds. Jay, Jeffrey. Heel veel mensen die niet heel veel zeggen, en dat hoeft ook absoluut niet, want het is wel cool om te zien dat die er inderdaad tussen zitten. Of sommige mensen zijn in slaap vallen, kan natuurlijk ook. Ook een optie. Dat was ik vorige keer toen je me een DM stuurde. Serieus? Ja. En toen werd ik later pas wakker. Ja, ik was die dag ook ziek. So. Ah, oké. Okay. Ja, dat voel ik. Dat, zo voel ik mij, bedoel ik momenteel. Ja. Ja, laat het dan. Succes. Ga maar huilen. In bed. En dat is fijn om te horen, Tijn. Dat je de stream cool vindt. En... Oh, wat een lelijke koe. Dat hoeft niet, Daryl. En wat nog meer. Oh ja, de oude koeien moet je met de hand doen, omdat die het waarschijnlijk niet gewend zijn. Of wel, Diego. Die zijn niet gewend in je automatisch systeem. Wat zijn die karakters lelijk? Die zijn wel eigenwijs. Welke? Oh, die Twitch characters. Die is fucking lelijk, ja. Ik het goed begrepen. Die andere is nog wel oké, ja, dacht ik. Die. Okay. En die backpack die erbij houdt is wel vet. Ja, klopt. Even kijken. Kijk, ik heb deze ook. Goed bezig zijn. Kijk eens aan, Wukong. En met Scott een kwad te schapen met dat hoek brengen als ik klaar is om een crossmart te dan merken. Jij hebt echt een hele planning, Diego, wat je allemaal doet op een dag. Diego de koeienmelker, een fantastische naam trouwens. Die Twitch Prime dingen zijn mooier dan die van de PlayStation Plus, 100%. Ja, dat klopt. Ik zal het wel niet zeggen dat ik per se... Sorry. Per se mooi vind. Dat is een andere verhaal. Serieus, daarom heb je die pizza nog steeds. Dat was wel triest. Oh. Ik doe ook dingen vaak. Vind je wel mijn skin? Prachtig. Ik spring zo meteen uit de bus en ik ga gelijk het water in. Wanneer ik weer Friday the 13th ga doen, niet denk ik. Er moet een nieuwe update aan komen en ik denk niet dat die komt, dus dan is het niet zo heel boeiend om te doen. Hi. Dat krijg je ervan als je smurfskins pakt. Daar word ik heel depressief van. Dat merk ik. Uh-huh. Ja, maar Friday the 13th wordt echt heel snel zwaar, klopt. Echt zwaar je bent nu. Hé, ik stond op het water. Ik was Jezus. Singleplayer. Het zou best kunnen dat er een singleplayer is in Friday. Was je geland bij de prison? Waar kwam eigenlijk overheen nou bij de prison? Hallo! No life. Hallo. Oh, kut. Oh,
Als ik het goed begreep, is dit een blok voor Jay. Eigenlijk wel, ja. Liever niet. Je hebt ook nog die backpack trouwens erbij. Dat ziet er helemaal niet uit. Nee, ik had niet genoeg tijd om weg te doen. Ah, oh, arme Soeran. Zo sad. En ja, dat is het. Friday 13 was geen saaie game in eerste instantie. Was wel leuk. Leuke momenten in gehad. Die glitches af en toe waren ook wel grappig om te behandelen, zeg maar, bij wijze van spreken. Maar... ja, op een gegeven moment is het te eentonig. Dus er weinig nieuw spul bij. Dat was mijn probleem. En pleeg je even zelfmoord? Wat is je bedoeling? Ja, ik heb resources nodig. Of een mooie pickaxe. Dan zat ik een Nee, er zat een glider bij, ja, geen pickaxe. Ja, en als je moe bent, dan moet je inderdaad gaan slapen, Tijn. Hoe leuk misschien de stream ook is, maar... Jason Airlines, precies. Jason Airlines was geweldig. Gewoon springen. Oeh. Serieus, kon de jongen jou nog niet gewoon eens in rust laten zijn? Zoals hij. I remember. Ja, you remember. Zijn nou. Oké, skin weg. Voordat je iets anders doet. Ksh, weg. Ja. Well, let the power of Christ compel you. Weg met die skin. Pak die Twitch skins maar, die Prime skins. Als je school moet morgen, zou ik gaan slapen. Ja, sowieso. School is een heel stuk belangrijker. Vooral belangrijker dan, heel veel belangrijker dan deze stream. Member berries. Oh my god, ik moet nog... Oh, eigenlijk is het gewoon de Raptor skin, hè? Val me nu pas op. Je hebt gewoon letterlijk de Raptor skin zonder koptelefoon. Hij is exact hetzelfde. De handschoenen, de broek. Yeah. Alleen... ander camera kleedje erop. Ja, so sad. Crap people. Dat is ook mooi. Dat blijft al terug. Hindel, jij met je kutting. Oh no, een Twitch skin. Wat ben ik bang. Jij hebt lekker breakdance niet. Fuck jou. Hier heb je salt. Kijk, laten wij het wel goed doen met Tilted. Oh, wij gaan ook Tilted, oké. Great. Kan mij redeemen. Oh, we hebben al een paar shitty matches gehad. Oké, ik heb soms wel kills, maar dan houd ik me op. Je gaat in ieder geval geen eerste worden. Wat gaan we niet doen? We gaan sowieso geen eerste worden, want het is 3 dagen geleden dat ik überhaupt geworden heb. Oh, ik heb het ook goed. En ik heb net Combat Pro. Ja, dan komt alles goed. Met Combat Pro komt alles goed. Want, zeg maar, met de normale standaard. Heb ik zeg maar met badge omhoog, met uniform bij dood aan doet, nog steeds. Mm-hmm. Dat is ook iets waar ik doe het ook nog steeds wel eens fout. Niet zo heel veel meer als aan het begin, maar ik heb soms ook nog wel dat ik de map moet hebben, of juist het inventory en dan doe ik het ook fout. Nou, het was eigenlijk de bedoeling om nu zo'n beetje te stoppen, Diego, maar ja, dat doen we door. Ik heb een pump. Oké, laat de game met mij zijn, en mij helpen met mijn pumpavonturen. Er zitten mensen boven mij in ieder geval. Oh, ik heb een scar. Oké, de game is met mij. Soort van. Oh, en ik ben down. Niet met jou. Zo te horen. Ja, ik was heel... Oh. Met die daar, zo. Hopje. Ah, die raadt een tool boven me niet. Oh, minigun. Aanmaden hier. Spring naar beneden, denk ik.
Ja, die mini, de gozer, die had me flink gedamaged. Toen had een andere guy mij one-shot met het pistool. Nice. Klinkt gezellig. I know. Heeft dat gewerkt? Nope. Oké. Okay. Die guy de kindermishandeling. Iets met kinder. Ja, ik zag ook kinder, maar ik weet niet wat het helemaal was, wat het typte. Waar ga jij bouwen? Zie, zeg maar, het is niet, ik ben niet altijd slecht, jongens. Niet altijd, heel soms. Ik kan het wel, als het moet. Het tilted drama is wel alleen met jou, Daryl, aangezien ik het nu wel overleef. Maar als het met jou is, dan ben ik meestal dood. Dus het is wel een tilted drama alleen met jou. Overduidelijk. We hebben hier het bewijs. Nu ga ik proberen mensen uit te moorden hier. Kiekeboe. Hier is gewoon niemand geweest. Oké, great. Er is hier zelfs nog een kist beneden. Is hier boven nog iets? Nee. Dit is een hele rare layout. Die is hier gewoon. Waarom is er niemand bij dit gebouw geweest? Dat is toch ook onlogisch? Ook al niks. Waarom is die zo rustig? Geen idee. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zoek niet. Ik ga puur voor. Voor tilted uitmoorden hoor. En als ik dan ga ik wel dood. Maar... Kijk, de volgende potje. Dan gaan we iedereen rekken en gaan we in de top kring toe of zo. Zoiets, ja. Vol vertrouwen. Ik ook. Soeran, zo sad, zo sad. Je vergeet nog steeds dat ik altijd nog apart ben bij Ezel, hè. Dat is ook niet voor niets. Deze en dan nu geluid uit. Geluid uit. Dank je. Fatal of Anarchy? Ik weet wel waarom jij naar Fatal of Anarchy wilt, Diego. Voel jij je thuis? Oh my god, eindelijk. Waar is het? Vroeger, zeg maar, ik kom nu pas erachter dat je zeg maar de map kan openen als je aan het spectaten bent. Ja, klopt ja. Dat is ook net toegevoegd hoor. Dus is er nog niet heel lang. Dus, voel je niet als te dom dat je het gemist hebt. Yes! Het is echt net toegevoegd. Met, voor mij de update... Ja, die hiervoor. Die update. Slurpee. Nim. Nee. Hoe donker zijn. Redelijk dom. Blijkbaar. Ik kan de slurp opdrinken, ja, maar het heeft weinig nut, aangezien ik al vol HP was. Misschien geeft het je extra energie. Nee. Wat wel kan helpen is dat het je HP gelijk hield en shit als je beschoten wordt. Dat is het enige nut eigenlijk. Ah, fuck it, neem we wel mee. Ons backup. Kampvuur.
Oké, dan niet, Kim. Is die nou legit zo rustig? Er is hier niemand. Daar is het hem meer, Daryl. Ja. Wij hadden gewoon hele drukke matches. Maar kijk, nu is er echt gewoon letterlijk niemand in Tilted. Dat is altijd zo, zeg maar. Meestal dan is er of niemand, of er zijn heel veel mensen, maar niet op een spar. Of, ja, ik ga dood. Omdat ik met iets anders bezig was. Mm-hmm. Of het is de eerste potje van de week. Oh, no, de muur. Ik heb al 5 kills hier trouwens. Er leeft nog maar 25 man. Dat is gewoon triest. Achter je. Ket. Hoeveel heb ik die dude gehit? Hij moest toch dood, omdat jij ook al dood was. Maar... ik had hem nog willen pakken. Ja. Ik had zijn maatje nog willen killen. Spijtig. Senna heeft ijsvrij, dat valt hem zo. Ja, het is veel te koud voor Senna om naar buiten te gaan. En dat klopt wel, Tijn, dat iemand anders hem dan niet kan gebruiken, maar ja. En ja, Robin, dat is geen Nederlands woord. En dat is gewoon een woord wat alleen maar mensen met een achterstand gebruiken, zeg maar. Dus ja, dat viel een beetje verkeerd. Niet bij mij per se, want ik heb jou niet eens een timeout gegeven, maar... doe maar. Kijk, deze ex die past die match goed bij deze Red Knight. Waar gaan we naartoe? Diego wil graag dat we naar een farm toe gaan. Gaan we dan naar Anakin of naar Fatal? Fatal? Ja. Alsjeblieft, ja, Diego. Kijk, ik doe ik erger me er ook kapot aan, Senna. Maar dat... en al die woorden... en al die woorden van allemaal dezelfde type dingen, ik erger me er helemaal compleet kapot aan. Oké, okay. Fatal it is. Met de Raptor skin. Ik heb... deze keer Red Knight. Yeah. Wow. Slaap. Kijk, ik vond die beer. Ik kan wel precies staan goed bezig, Diego. Wat is er met de beer? De beer is ook cool. De beer is 100% cool. Mijn kist. Wat je. Het enige wat je mag hebben is dansen. Nee, dat kan ik niet hakken. Is het een AR? Ja hoor. Staat deze... oh, er zit geen deur hier meer in. Blijkbaar. In die boerderij. Ja, waarom zit er geen deur meer in? Dat kwam ik ook laatst achter en toen dacht ik dat iemand daar was. Dus ik bleef ja, dat daar dacht ik dus net ook in de stream. Dat... dat het hier misging. Ik bleef daar gewoon een boek staan. Toen... ja. Toen was het gewoon niet meer. Diego, er zit een groot tochtgat in je boerderij. Gewoon boerenleven. Weet je dat? Gaat niet helemaal goed in je boerderij. Tje. Heb jij al een AR? Ik heb een AR, ja. Hier liggen granaten. Dat is fijn. Heel fijn. Heb jij een mini-shield of zo? Ja? Ik hou het nog wel even full shield bij me. Ik heb ook nog een full shield bij me, inderdaad. Oh ja, nee, daar heb je een goed punt, Daryl. Inderdaad, bij boeren staat altijd achterdeur open. Dan kom je meestal ook binnen via de achterdeur, nooit via de voordeur. Dat is wel zo.
Ik denk inderdaad dat je daarom laatste koud had, Jacob. Krijg je als je een deur oplaat, dan gaat het tochen. Tochen? Tochen, ja. Tochten. Tochen. Ik ben op de boerderij, oké? Laat mij gewoon in mijn dialect praten, jongeman. Don't judge me. Ik wil hier weg. Help. Het wacht als dat. Zal ik de slurp nemen? Oeh, een goede. Ja, pak maar. Pak mijn slurp. Maar ik wacht nog steeds op mini shields, hè? Let op, zometeen ja, neem ik die grote shield in. En dan vind ik mini shields. 100%. Dat heb ik dus ook. Daarom wacht ik ook nog. Want het lijkt alsof er niemand is hier, dus kan ik mooi rondbanjeren. Wat heb je allemaal geloot? Ik heb de huis, klein huis en deze alleen nog. Heb je ook al bij de beek gekeken? Hallo, Wolle. Nee, goedendag. Aangenaam. Hier. Dan heb je 75, hoe heet dat? Dat ding, dat. Ah, zo. Oh nee, oh my god, Puk! Nee. Oh my god, dankjewel Puk voor je host. Voor 163 viewers. What the fuck, joh. Ik zag een paar mensen die denken van, dit komt mij niet bekend voor. Die mensen heb ik nog niet eerder gezien. Opeens zie ik Royal Family erbij, de emotes. Oh my god. Dankjewel Puk, echt. Zo awesome. Zo erg awesome. Nou moeten wij goede gameplay tonen. Dat is wel belangrijk. Dat is een belangrijk onderdeel. wat heb je gedaan? Nou ben ik gelijk heel, heel zenuwachtig. De druk, ik bezwijk nu. Wauw, dit is echt ziek. Trouwens, hier ligt nog een slurp. Ja, sorry. Ik ben even niet aandachtig aan het luisteren. Ik ben even... Waar lag een slurp? Oh, hier. Oké, dan kan ik die nog innemen. Voor de 100. Dat is zo awesome om al die emotes te zien trouwens. Dat helemaal. Dat is echt ziek. Ik moet zeggen, ik herken ook al wat namen van de streams. Dat is ook wel nice om te zien. Welkom iedereen. Ik hoop dat ik het een beetje op niveau kan houden. En dat alles goed komt. Wat gebeurt er allemaal trouwens? Waarom wordt iedereen geband automatisch? Wat is er allemaal aan de hand? Er zijn heel veel mensen die... Ja, oh... Dat is de bot. Sorry voor de bot. Ik zal gelijk even alles... Waarom wordt Maaike geband bijvoorbeeld inderdaad? Geen paniek jongens, alles komt goed. Ik zal gelijk iedereen unbannen. De mods, let er ook even op. De bot is vrij agressief vanwege de geweldige Royal Family emote. De mod van Puck zelfs geband was. Wauw. Sorry Maaike. Sorry iedereen trouwens die hier komt. Dat is niet de bedoeling. Zoals ik zei, mods unbannen even iedereen die nu geband is. Want dat hoort natuurlijk niet. Mijn excuses voor iedereen. Dat is echt dat is zo jammer. Dit is zo spijtig. Ja, Maaike die kan weer typen. Oké, dat is goed. Hoi Maaike. Mijn excuses. Als het goed is weten jullie wel een beetje hoe het is. En Dutchbom ook. Welkom. Wessel is er volgens mij niet, als ik het goed zie. Zo 1, 2, 3. Moobot is zo agressief. Misschien moet ik ook mijn Nightbot gebruiken, net zoals Puck. Dat is waarschijnlijk een betere keuze. Ik let zelf ook, ik probeer mensen te unbannen, ondertussen zelf ook. Dan gaat de gameplay echt van omhoog. I know. Ik loop gewoon recht aan, dat is het enige wat ik doe momenteel. Volledig in paniek. Misschien moet je auto erin aanzetten. Ik heb geen auto erin aanstaan. Je kan de filter toch... Oh. In mijn rug. Vanaf, is het? Retail. Ah, die komt pushen. Oh, raak. Voor de love of God. Mijn aim is echt geweldig momenteel. Oh, shit. Van achter. Ik ben Moobot. Oké, okay, sorry voor de hele algehele paniek. Super grappig dit. Ja, Moobot is... Er staat inderdaad een filter op, maar dat filter staat blijkbaar dus iets te extreem. Dat is het punt. Ik word niet zenuwachtig zo, daar heb ik geen last van.
Maar ik doe mijn best en alles gaat compleet fout. Het is echt... top. Oh, Jesus Christ. Ik hoop dat het de mods ook een beetje lukt om iedereen te unbannen. Het is echt... ik moet er nog steeds wel om lachen dat Mike geband is. Of geband was, beter gezegd. En Puk, nogmaals bedankt voor de host. Het is echt ziek. Dat had ik niet verwacht. Het is echt awesome. Ik hoop dat iedereen inmiddels al geband is. Volgens mij wel. En fijn dat jullie allemaal zo begripvol zijn ook. Ik zie ook, het maakt niet uit. En dan nog de lol, fantastische Puk lol emote. Ja, komt wel goed. Kan ik begrijpen, Mike. Kan ik begrijpen. Ik deels ook. En aan de andere kant ben ik diep, diep aan het huilen. Tegelijkertijd. Wees niet te emotioneel. Nee, dat niet. Maar gewoon, ja. Hallo. Nee, ik heb knopjes. Dat is iets wat jullie waarschijnlijk niet gewend zijn. Als ze werken tenminste. Ik heb knopjes zoals deze. Dit is momenteel deels te veel. Aangezien alles misging. Maar ja, komt allemaal goed. Doe maar ready, Jay, als je wil. Ik ben morgen online, ja. Ik stream elke avond, in principe. Dat is hoe ik het doe. Dat is mijn stream schedule, zeg maar. Elke avond vanaf ongeveer 7 uur, 8 uur begin ik. En soms in de middag, maar dat zijn meer speciale extra streams bij een update van Fortnite of weet ik het wat. Vanmiddag was ik ook al live bijvoorbeeld. En dan vanavond ook nog weer met kijkers. En vanmiddag was puur voor de update te laten zien. Maar dat was in ieder geval samen met Dennis. Met Denniske, voor de mensen die dat nog kennen. En ik zie ook dat heel veel mensen een timeout krijgen. Dat is ook niet goed natuurlijk. Ik zie ook dat Shiki en de Motsama doen echt hun best om iedereen gelijk weer te unbannen en geen timeouts te laten geven. Die emotes... Moebot vindt volgens mij de emotes niet helemaal geweldig. Laten we het daarop houden. Die is niet van de Royal Family. Het is een slechte bot. Fluffy brengt geluk. Ja, dat kan ook nog. We hebben ook nog voor het laadscherm heb ik deze. Look at that fluffy unicorn. He's so fluffy, I'm gonna die. Die hebben we ook nog ervoor. Want waarom niet? Slechte bot inderdaad, ja. Ja. Zo zie je maar, bots moeten niet altijd alles doen, want dan gaat alles compleet mis. Dat verpest alles alleen maar. Waar gaan we naartoe? Naar retail? Ik vind het goed. Ik zal proberen mij meer te focussen op de gameplay, om jullie geweldige dingen te brengen. Behalve alleen maar geweldige dingen in de chat, wat er allemaal misgaat. En Shiki is alleen, I know, ik probeer zoveel mogelijk mensen ook mee te unbannen, laat ik zo zeggen. Ik probeer drie dingen tegelijkertijd te doen. Dat gaat niet echt goed. Ja, dat snap ik dus ook niet, Dutchman. Hoe kun je die Royal Emotes niet geweldig vinden? Dat vraagt mij ook af. Retail. Ik ga retail niet halen, want ik heb niet goed opgelet. Roger saying je stream lijkt als een bezetene. Nou, ik heb nergens last van Pyro. Bij mij loopt alles gewoon prima. Het lijkt niet. En ik kijk mijn eigen stream terug. Dus ik weet niet waar dat precies aan ligt dan. Maar ik moet zeggen, bedankt aan iedereen voor de emails ook en voor de love. Ik zie Devil nu ook gebruiken. Super awesome om te zien. En ik zal zeker even kijken wat ik kan veranderen bij Moebot. Want dit is een beetje extreem. Oh, nee. Ik heb alleen een medkit, voor de rest heb ik niks. Ik kan je niet helpen. Ik heb geen wapen, ik ga wegrennen. Doe dat. Hij heeft een... Weet niet wat dat is. Sommige mensen hebben wel lag, sommige niet. Dus ik kan er niet heel veel aan doen. Excuses. Je kunt... ik ben het partner, dat wel. Wauw. Je kunt natuurlijk de settings iets lager zetten. Niet dat het daar mooier van wordt, maar misschien lijkt hij dan wat minder. Waarom vind ik ook gewoon geen wapen? Ik heb een trap gevonden, dat is mijn beste... Oh, ik heb trouwens wel een wapen. Pistol, dat loop ik gewoon voorbij. Oh, daar is hij binnen. Ik zag hem binnen, ja, ik zag hem. Ik wil alleen iets beter wapen als het kan. Moebot, skip en over naar Nightbot. Denk het wel, inderdaad. Een verkeerde keuze gemaakt. Er zijn wel meer bots, maar uiteindelijk was het idee of Moebot of Nightbot. Er zit hier iemand binnen. Dus we gaan even shield pakken. Jij dacht, ziet er helemaal uit hier zo. Nou ja, Nightbot is inderdaad stabieler. Wow, Maaike! Dankjewel, Mike, voor je subscription. Oh, ik heb iemand genokt zelfs. Perfect. Maar Mike, hartstikke bedankt voor je subscription. Helemaal awesome om te zien. Oh, die jongen is beneden. Hi, kom maar. Kom maar pushen.
Kom je pushen? Nee. Als de jongen slim is. Grappigste is nog dat het zo super random is. Het is super random. Oh god. Mike, wat heb je gedaan? Je hebt een revolutie gestart. Oh nee. Ik zou even kijken of Moobot uit kan zetten momenteel. Dat is misschien wel veilig. Ja, het is echt een moment nu, tijdens het gevecht, om dat te doen. Ja, ik weet het. Ik ga even Moobot removen. Zo. Moobot is... Oh, die jongen zit naast mij. Moobot is even niet meer actief. Geef me die pump, dank u. Hij is boven. Kiekboe! Weet je, maar net zoals... Geen emoticons. Nou, laat die emoticons maar even zitten, Ziki. Laat hem maar even. Dat... Iedereen is gewoon super blij en moet nog steeds lachen om wat er net al misging. Moebel staat nu dus even uit. Hou het wel netjes natuurlijk in de stream of in de chat. Maar bedankt Maaike en... bedankt ook... Moet ik even de lijst erbij pakken. Bedankt ook Devil voor je subscription. Awesome ontzien. En ja, bedankt voor de support. Heb ik überhaupt een range wapen? Mijn pistool was mijn range wapen. Ah, daar maken we de deagle van. Waarom ik niet? Komt helemaal goed. Jullie hebben echt een geweldige eerste indruk van mij. Daar ben ik heel blij mee. Dat voelt echt goed. Maar ja, Devil dus. En Mike, allebei hartstikke bedankt voor je subscriptions. Super om te zien. En jullie hebben nou ook niet zulke geweldig mooie emotes als die van Puck. Maar ik heb wel een awesome hond emote. Dat is mijn eigen hond, dat is Tico. Dus die kun je eventueel gebruiken. Ja, en wel meer dingen natuurlijk. Maar die hebben jullie nu er ook bij. Dat zeg je goed. Nou ja, op zich, als jullie ook nog subscriben, ondanks alle chaos, dat is vast een goed teken. Hoop ik dan toch. Dus daar ben ik vast... Miss een facecam. Ja, het ding is, ik zit maar gewoon dom naar mijn scherm te kijken. Oké, nu zou ik dus vol aan het lachen zijn en aan het huilen tegelijkertijd. Dus kun je dat zien. Maar normaal kijk ik gewoon een beetje dom naar mijn scherm en kijk ik het naar links naar de chat. Dus ik zag/zie er nooit echt een meerwaarde van. Dat is het ding waarom ik niet een facecam gebruik. Ik heb het wel eens geprobeerd ook. En ja, facecam had er niet zoveel uit. Mensen konden het niet zoveel boeien. Maar ja, rip Moobot inderdaad. Voor nu, rip Moobot. En Puck, ik weet niet of je nog steeds kijkt, maar hartstikke bedankt. En iedereen bedankt trouwens ook voor de follows. Ik zie ook wel, ik heb geen follow dingen aanstaan nog. Omdat ik er met begonnen was en ja, dat liep hem niet zo hard. Dus dat komt niet in beeld. Sorry. Maar ik zie ze zelf wel voorbij komen dat heel veel mensen volgen. Dus dat is awesome om te zien. En ik ben super dankbaar. Zowel voor Puck gewoon als voor jullie allemaal natuurlijk. Voor je subscriptions en de rest. En ja, ik neem ook al aan dat Puck weg is. Die wil op tijd gaan slapen, zei ze. Dus dan moet ze zich daar ook wel aan houden inderdaad. Dus proberen tenminste. Oh nee. Serieus, Soeran? Nou ben ik benieuwd. Een cadeau. Dat kan alleen maar leuk worden van jou. Eén, tjuk. Waarom heb ik trouwens 3 shotguns? Ik heb geen idee. Maar ik zag laatst ook al dat een andere streamer weer hostte, terwijl hij zelf nooit streamde. Maar, dat is wel apart. Dat is wel apart. Ja, hij streamt echt 1 keer in de maand of zo en dan was die andere mensen aan het hosten, gelijk. Oké, interessant. Wanneer ik weer Rainbow ga doen, Diego? Geen idee. Denk dit weekend wel een keertje. Ja, misschien doe ik dan ook niet. De Royal liefde mag ook hoor. Dat is even goed, Devil. Het is allebei goed. Ik heb mijn eigen hartjes, Kodat. Maar die van jou is ook goed. Dat is inderdaad de Royal Puck liefde, die van Woezem. Het is allemaal best. Hetzelfde gedachte. Dus dat is goed. En ik zal proberen de chat veel mogelijk in de gaten te houden. Als jullie vragen hebben of wat dan ook, dan roep zeker.
En dan zal ik mijn best doen om te beantwoorden. En ja, autohost kun je inderdaad ook nog instellen. Dat is ook een dingetje, inderdaad. Maar ja, ik weet niet hoeveel nut dat heeft daar. Ik weet niet of mensen ook een melding krijgen van... Hey, die host nu die en dat je dan kunt kijken. Het lijkt me meer dat het nut heeft zoals Puk doet. Maar die heeft zelf gestreamd en dan vervolgens... host je iemand en dan neem je die kijkers mee. Dat is volgens mij meer nut dan dat de kijkers uit zichzelf moeten komen. Denk ik. Oh, daar is een... of een deagle... Of die nieuwe rifle. En die nieuwe rifle is verschrikkelijk. Je kunt zeker... Nee, ik weet niet of ik morgen live ben met... We gaan er gewoon voor. We gaan sneaken. Hallo. Erg goed opgelet, jongens. Erg goed geluisterd. Was erg gezellig. Zij schoten natuurlijk wel op iemand. Die medkit die gaat ook weg. We pakken gewoon 2 chuckducks mee, want waarom niet? Die mensen waren zo goed aan het opletten. Maar ik weet dus niet of ik morgen live ben met Fortnite Woezoom. Maar je kunt gewoon meedoen. Ik doe ook met kijkerstreams. Meestal is het duo's. Af en toe squads. Is niet echt mijn favoriete ding om te doen, squads. Maar, ligt eraan of er een event is, toch? Het ligt eraan als een event is of als het heel druk is. Dan pak ik ook wel squads. Omdat het dan makkelijker is om zo meer kijkers... erbij te doen. Clip het inderdaad. Als je leuke dingen ziet, clip het zeker. Leandro is onze clipmaster. Ik weet dat Maaike dat is bij Puk. En Leandro probeert ook zo'n badge te krijgen als wat jij hebt, Maaike. En hij is al hard op weg, moet ik zeggen. Hij heeft al 150 views op een van de clips, dus het gaat lekker. Ja, geeft niet, Shiki. Hoort erbij. 2 chuckjugs, wat moet ik ermee? Geen idee. Ik heb nog steeds een witte AR. Ik weet niet of ze hem beter hadden, eigenlijk heb ik ook niet op gelet. Ik weet alleen dat ze die fantastische nieuwe rifle hadden, die ik echt verschrikkelijk vind, dus. Die hebben we mooi laten liggen. Pak even hout erbij. Krijg je dat, kunnen er ook meer mensen clipchamp worden eigenlijk, Mike, of niet? Weet je dat? Want ik heb meerdere mensen die dat eigenlijk willen worden, maar... Volgens mij is er maar eentje op je kanaal, toch? Hoe laat ben je morgen misschien live? Ik ben sowieso in de avond live rond 7:30, hou het daar maar op. En... Oh, dat is heel dichtbij trouwens. Daar, rechts voor je. Ja, ik zie. Deze muur is zo zwak. En er komen eigenlijk nog meer mensen pushen. Help. Ja, blijf dan maar opstaan. Ah, kut. Oh. Ik wou net op de jump pad springen en wegspringen en hunzelf uit laten zoeken. Dat was een slecht choke momentje. Maar misschien ook nog wel in de middag, maar dat ligt aan hoeveel tijd ik heb. Maar de standaardtijden zijn altijd in de avond. En er is er maar 1 per channel. Oké, duidelijk. Dus Lionel, je hebt geluk, I guess. Onverslagen clipchamp. Goed bezig, Maaike. Proficiat. Pam, pam, pam. Ik moet 1 tier naar de 100 zielen erbij. Netjes. Ik ben nu net tier 65 geworden. Dus dat gaat lekker. Ik ben hard op weg. En level 5. 27. Okay. Zou ik een SMG pakken en dan gewoon... missies volbrengen? En oké, dankjewel Maaike. Awesome om te zien. En nogmaals bedankt voor de sub ook. En Devil net zo. En wat een tip geven over het cadeau, dat mag altijd, Soran. Ik hou nooit echt zo van cadeaus eigenlijk, tenminste, of verrassingen. Ik weet niet van, ik weet liever waar ik aan toe ben. Soran gaat toch niet weer los? Of, de wie? Soran gaat toch hopelijk morgen
Ja, Zoran gaat hopelijk morgen niet weer dus net als een paar streams geleden. Dat weet ik niet. Ik denk niet dat hij over de subscriptions gaat weggeven. Ik denk het niet. Ook een soort van... Maar Tilda het ook even gaan toppen. Ik weet niet, jongen. Ik heb maar iets aangeklikt, to be honest. Ik heb niet eens wat aangeklikt. Ik ben gewoon gesprongen. Waarom weet ik ook niet. We gaan naar Shifty. We gaan naar Shifty. Ik weet dat Puck daar graag naartoe gaat. Dus de kijkers die er nog zijn van Puck, die vinden dit vast een vertrouwde plek. Hoop ik. Het is ook wel een goede plek qua loot, moet ik zeggen. Oh, het is van vrijdag de... Oh. Nee, Zoran. Nee. Ik weet al wat je deels van plan bent, is. We zullen het zien. En ja, dankjewel, Mike. Ik heb zeker wel een goede mic. De hele setup eigenlijk wel. Maar dat komt door... Ik ben begonnen als YouTuber. Dat zijn 5 of 6 jaar geleden of zo. En dat heb ik al die tijd gedaan. En ik ben nu recent geswitcht naar Twitch. Maar ik had alle gear al, sowieso. Ik vond het belangrijk om altijd gewoon de goede kwaliteit te hebben. En in het begin bouw je wel op natuurlijk. Ik heb eerst een Blue Yeti gehad, wat iedereen zo'n beetje heeft gehad. Zo'n Blue iets. Dankjewel Milan voor je subscription ook. Wow, ik heb via Twitch Prime zelfs. Helemaal nice. Ik zal die burst ook meenemen. Maar hartstikke bedankt ook. Maar ja, zodoende neem je natuurlijk de setup mee. Als beginnende streamer zou je dit niet hebben. 100% niet. Ik heb een Shure SM7B. In de beschrijving dingen staat ook al mijn gear. En dan staat alles al bij met doorkliklinkjes en dergelijke. Leek me handig om zoiets te doen. Ik weet niet of dat werkelijk helpt, maar... Heb je een wapen voor mij of niet? Oh ja, sorry. Ik heb hier een shotgun. En je mag even de Deagle hebben. En houd me op. Ja. Voor de rest heb ik niet heel veel. Hoe lang ik nog live ben, geen idee, Tijn. Zolang we zin hebben. Laten we het ophouden. Ik heb inderdaad 35.000 subs op YouTube, ja. Correct. Maar dat is na dus al die jaren en het bloed een beetje dood. Laten we het ophouden. En helemaal met streams. We begonnen met echt let's plays, met video's dus. En dat zijn mensen ook gewend. En als je dan switcht naar streamen... Sommige mensen vinden het absoluut niet fijn, wat te begrijpen is. Maar ja, dan zakt alles een beetje af, like zo. Hè. En streamen vind ik gewoon heel leuk. Oh, wow. Dankjewel, Devil en Dutch Bomb in principe, voor de subscription. Awesome om te zien. Maar met name natuurlijk Devil voor het geven van een subscription aan Dutch Bomb. Jullie gaan echt lekker. Het is awesome om te zien. Voelt heel hartverwarmend. De Royal Family is goed aanwezig. Ja, dat merk ik. Ja, het gaat echt lekker. Ik weet niet wat ik er echt moet zeggen. Ben ik lichtelijk sprakeloos. Er komt niet veel voor dit. Dus geniet ervan. Denk ik. Dat ik een beetje sprakeloos en stil ben. Op een manier. Geniet er zeker. En een goede eigenschap van de streamer. Niet echt. En ja, ik upload nog wel steeds de streams op YouTube inderdaad. Momenteel nog wel. Ik denk dat ik op een gegeven moment daar wel mee stop. Echt, die banden. Ik haat het zo. En later Stijn. Wat rust in. Maar ik denk wel dat ik op een gegeven moment ermee stop, omdat niet heel veel meer bekeken wordt. Maar het is wel handig. En ik denk bij Far Cry 5, als dat eraan komt, dat ik wel weer wat populairder word. Maar zo te zien. Hoe duur mijn PC was? Mijn PC was... Moet ik even nadenken. Volgens mij €5700, dacht ik. Dus behoorlijk wat geld. Maar dat komt ook gewoon deels vanwege werk. 3D modellering, waar ik niet zo heel veel mee doe, moet ik zeggen. Maar ook voor de rest grafische vormgeving, videobewerking en de rest. Oké, Zoran, je maakt mij ook zenuwachtig. Komt niet goed met jou. Alvast bedankt. Ik weet niet wat je van plan bent, maar komt heel goed. Waarschijnlijk krijgt hij... En sowieso inderdaad, love naar Devil toe voor die subscription voor Dutch Bomb. Het zijn allemaal vaste kijkers die ik er veel terug zie ook bij Puck, dus dat is mooi om te zien. Hoe oud ik ben? Ik ben 27. Ik weet het, heel oud. Nou, valt mee. Volgens mij zitten de meesten wel rond de 20. Bij jullie, dus dat is goed. Dat is de Let's Play Black, ja inderdaad, Leanne. Dat is een andere versie. Ik vermaak me heel goed met streamen. Ik vind het echt veel leuker om te doen. Gewoon de interactie en... Als je video's uploadt, dan zie je wel de comments van... Hey, dat was leuk of dat gebeurde daar en zoiets. Maar het is toch totaal iets anders dan als je streamt. Als je streamt, dan is er veel meer interactie en veel gezelliger eigenlijk. Dat is
veel leuker. Geef niks, Mike. De standaardvragen zijn wel prima. Ik had eerder op YouTube bij de streams, want ik heb ongeveer een jaartje denk ik gestreamd op YouTube, hadden we een standaard vragenlijst in de beschrijving. Die heb ik hier ook nog wel een beetje, maar die heb ik heel erg verkleind, omdat echt continu dezelfde vragen voorbij komen. Maar nu, normaal gesproken, handelt Moobot ook wat dingen af, zoals games, zeg maar. Het waren mensen die vroegen welke game het was en dat soort filmen. En of ik nu iets doe naar streamen, uit ontwerpen en ICT dingen, zeg maar. De grafische vormgeving deels. En mensen helpen met ICT-problemen. Come on, Bursje. Hij is dood, hij is dood. Ik heb nog kunnen niet. Ja, daar ook, maar bij de Trump Tower ook. Trump Tower ook. Oké. Dat is goed. Ik ga naar binnen. Ik ga het erop wagen. Pump. Let's go. We gaan eens even actie erin in gooien. Die jongen is hier boven. Dat is leuk. Oh, hier binnen, beter gezegd. Die zit hier onder. Heb jij nog grenades? Ik moet natuurlijk ook op de game letten. Daar ben ik niet echt mee bezig. Ik ben voornamelijk nu op de chat gefocust. Maar ze zijn weg, ze zijn weg. Ze komen eraan. Nee, hij zit hier. Hij zit achter deze muur. Had je hem? Oké, okay, ja. Mooi. Lekker. Hé, hey, kijk, we hebben nog quality gameplay. Af en toe, er ook nog bij. En Moobot is uitgeschakeld, aangezien Moobot iets te pietsie te agressief was. En de liefde van Van Horror Family niet kon waarderen, zeg maar. Wat niet goed was. Ik heb een slurp, ik bedoel een dingetje voor jou. Een full shield potion. Hier. Oh, ja, dat graag, dank u. Nou, weet ik, deze... Ja, verder niks te hebben, toch? Ik schrok me... Ik schrok me dus ook de pleuris. Dat lijkt me overduidelijk. Ik schrok me helemaal de pleuris. Ik had dat niet verwacht. En ja, het is wel awesome. Het is heel erg awesome. En voor de rest... Als ik er kijk... Echt. Heb je nog meer standaard vragen, Maaike? Wil je nog meer weten? Stel ze gerust. En de rest natuurlijk ook, Daniel. We zijn net aan het bouwen, of? Ja, ik heb een muurtje gebouwd, of een trap gebouwd. Het heet geen muurtje. Ja, Moobot bende iedereen, dat was echt... Kon door de grond heen zakken op zo'n moment. Dat was niet de bedoeling. Ik kreeg de eerste ban. So sad. Sorry, devil. Namens Moobot en mijzelf. Excuses. Wat voor opleiding ik heb gedaan. Ik heb media voor... Oké. Heel verhaal, dan komt het weer. Altijd leuk verhaaltjes vertellen. Ik ben begonnen met IPO. Industrieel productontwerpen was dat. Maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Omdat het gewoon niet echt lukte qua... natuurkunde en al dat spul. Maar dat was nog iets te pittig voor mij. En vervolgens ben ik ICT gaan doen. Heb ik iets gedaan, mee gestopt aangezien ik meer de creatieve kant op wilde. En daarna ben ik afgestroomd naar het mbo, maar heb ik de opleiding in 2,5 jaar gedaan in plaats van 4. En toen ben ik grafische vormgever geworden, media vormgever eigenlijk. Dus zowel videobewerking, animatie als daadwerkelijk grafisch werk. Dus posts ontwerpen, websites, logo's en de rest. Ook een logo van me maken? Ja. Zo, dat was dichtbij. Zullen we die jongen eens rushen? Ik vind dat geluid zo irritant naast mij. Ik word er bang van. Is goed. Top. De jongen die zit hier boven. Zoals we nou mooi hier langs bouwen. Kiekeboe! Oh, ik schoot mis. Dat was zo scheef. 6 damage. Want waarom niet? Help. Japie. Of Jay. Waarom noem ik je altijd Japie? Oh, no. Die handen zitten in je rug. Shield damage. Ja. Oké. Okay. Nice. Die mensen zijn we ook af. Oké, mini shield op nacht. Ik heb nog een, hoe heet het ding? Campfire. Oké. Media design, ja. Jij doet ook zo'n opleiding, dat is cool om te zien. Hier zit een mini shield. Oh, je hebt wel. Oh, ja, ik heb wel de full shield, oh, whatever. Of leeft ook wel. Even bij het kampvuurtje zitten, verhaaltjes vertellen. Even kijken. Ik neem die wel mee. Mooi dansje. Ik ga wel breakdance hierop. Is de kampvuur nog eens? Waarom niet? Nevermind, kampvuur is toch. Oh.
Oké, even kijken. Ja, hier is niks. Nou, puur toeval. Maar opleiding. Ah, arme Soeran. Dat is spijtig. Wat vind je schattiger? Een kat die op je komt liggen en kopjes geeft, een hond die tegen je aankomt liggen? Een hond, 100%. Ik heb niet heel veel met katten. Ik vind katten niet erg of zo, ik haat ze niet. Maar ik vind honden zoveel fijner. Ik ben wel een hondenmens. Hier is nog altijd een kist. Dat meen je niet. Ik snap dat nooit. Oh, wij moeten trouwens moven als een... heb jij een launchpad? Nee, wel. Nee. Oh, great. We hebben niet goed opgelet. Nee, over de ijskotruk heen. Hoppakee. Ammo mee. En dat is oké. Okay, dat is wat Puk dus heeft gedaan. Design. Dat heeft allemaal anders. Er zijn zoveel verschillende benamingen. Eigenlijk voor praktisch hetzelfde. Nee, hallo, Stingy. Aangenaam. En hier mag ik nieuwsgierig zijn. Dat is toch ook, is ook prima. Hé, hey, er is al een ramp voor ons gebouwd. Dat is lief. En wij moeten inderdaad lopen. We hebben weer goed gezien. En kijkers kunnen meedoen, maar voor nu niet meer. Want ik ben niet zo heel lang nog mee live. Maar een volgende keer sowieso. Werkt ook voor je community. Hetzelfde systeem in principe wat Puck heeft. Met dat je community moet joinen, daarin een bericht moet plaatsen en dat zit. Oh wow, Leandel. Dat zijn de clips en de clickbait titels die hij gebruikt. Snap je nu hoe hij die views krijgt? Mike is nog. Oké, het gaat wel heel snel dan, Devil. Dat gaat wel heel snel. Maar we zullen zien, misschien komt de vraag. Wie weet. Ik zal alleen maar wel waarschijnlijk lachen nog. Maar Communicatie International Event Music and Entertainment Studies. Dat is echt een belachelijke naam. Voor zoiets eigenlijk. Het omschrijven alles wat wij moeten healen trouwens. Het omschrijven... Oh, ik ben te laat met healen en ik ben down. Kan jij maar even reviven? Ik was niet aan het opletten. Ja, sure. Maar ik weet niet of ik het red, hè. Ik weet niet of überhaupt wij het redden. Jawel, jawel. Als jij mij hield, dan redden we het helemaal perfect. Dan gaan we gewoon 30 HP per keer reviven elkaar. Weet ik ook niet, Mike. Dat zal een standaard iets zo zijn, I guess. Je bent gewoon nieuwsgierig en dat is helemaal prima. Zo, is wel leuk. Het is wat meer interactie met de chat dan alleen dingen die in-game gebeuren. Er is niks mis mee. Ik laat mezelf doodgaan, zodat je me kan... Dat je 30 HP hebt, dat is goed. Goed plan. Ik ga je wel even reviven. Ik zou eerst even healen, als je niet vindt. Ja, doe je ding. Moet jij nog bandage hebben, of niet? Ja. Als zo is, heb je hier genoeg. Wil je nog mini-shields hebben? Nee, oké. Okay. Als je over hebt, ja. Ik heb er 4. Dus heb je dat de is hand. Genoeg. 2 is genoeg. Ja, toch. Thanks. Ja, daarom. Dat ik herken het ding. Lijkt zo, niet van mezelf af, dat mensen denken dat ik aan het sleutelen ben. Oh, nee, ik niet. Maar ik herken het ding dat het veel gebeurt in de communities. Dat mensen, vooral de jongere generatie, gelijk altijd apart reageert. Zo gaan ze een meisje zien die ook maar iets interesse heeft in games of auto's of de rest. En hij is goed, Maaike. Wat rusten. En bedankt nog voor de subscription, voor de vragen en de rest. Komt goed. Tot de volgende keer. Het lijkt inderdaad wel op subscriber-only chat. Is het niet, maar het lijkt er wel op. Ik heb zeg maar hele trouwe kijkers van YouTube af. En die zijn ook allemaal gelijk gesubscribed een beetje. Dus het lijkt heel erg op een subscription chat. Ik heb NGK niet aanstaan, Soeran. Ik heb het al eerder gezegd. Ik heb het niet aanstaan. Er is een grote beest voor onze neus gebouwd. Ja, dat, precies ja, dat. Ik zag hem. Ze zijn er aan het bouwen ook. Ja, daarom. Ik of ik een grote streamer ben. Nee, ik ben in principe geen grote streamer. Dat valt nogal vies tegen. Maar heb je een grenade launcher ammo voor mij? Oh, sorry. Ja, je moet waarschijnlijk 300 keer dezelfde dingen vragen. Sorry, Jay.
Hey. Probeer op alles te letten en van alles gaat fout. En nee, dat is zeker nice, Dutchbom. Zeker nice. Wacht. Gelijke interesses hebben is sowieso belangrijk. Waarom moet ik stoppen? Voor wat? Oh, grenade launcher. Mag ik die ermee? Ja. Wat aardig. Ja, ik want ik weet dat jij beter dan bent. Ik ben inderdaad wel goed met een grenade launcher. Vooral als we die base gaan rushen. Wat nu volgens mij de bedoeling is, toch? Oeh, wacht even. Ik heb nog hier nog een shield. Ja, denk ik ook. Pak even die shield op. Dan kan ik makkelijker rushen. En dat is fijn om te horen, Dutchbom. Dat is heel fijn om te horen. Anders zou je denk ik ook niet subscriben, dus... Oh, ik wil hier uit. Send help. Waarom is mijn ramp gerotate? Jij werd gesniped. Nee, ik werd niet gesniped. Geen paniek. Ik heb iemand gehit. 2 keer. De damage. Eentje is naar beneden gevallen. Ja. Shit. En eentje is... Blijf ook ineens bij me. Lekker, goed zo, Jay. Ik zit niet al te veilig op die brug, maar... Hij is ook dood. Ja, mooi. Nice. Zo doen we dat, opgeruimd een beetje. Auw! Achter toch? Nee, voor. RPG's en de rest. Hadden zij een SCAR? Nee. Een blauwe AR, die heb ik liever dan een burst. Sorry dat ik even niet op de chat let. Ik doe mijn best, maar er is wat... paniek in de game. Zoals je als het goed is kunt zien. En is oké, okay, maar ik ben echt een auto freak. Oh, nee. Au, wel in de rug inderdaad. Je had gelijk, Jay. Hier? Ja, je had gelijk. I speak always. Je zit er aan de rand. Oké, ik heb 9 HP. Steen bouwen. Daar is niet zoveel. Ik heb mijn 6 bandages. Dus dat bij mij gaat natuurlijk niet helemaal goed. En ik zal nu zo lezen, Devil, sorry. Ik weet dat Dutch de dingen heeft gekregen, I know. Hij heeft de sub gekregen. Hier heb je mijn bandages. Ze komen ons pushen. Nah. Gewoon blijf zitten, net als yeah. Never mind. Hij was genokt, maar jij was dood. Ik heb hem wel genokt, dan zoiets. We werden daar compleet gefuckt. Dat is op zich wel een oké potje. Oké, nu ga ik heel snel de chat teruglezen. Doe je ding. En je bent wel een goede game. Dankjewel Sam voor je compliment trouwens ook nog. En je vindt me nu al chill. Dat is helemaal awesome om te horen. En ja, wat Soeran ook zegt trouwens. De subscriptions van wat ik net zei. Dat heel veel trouwe kijkers hadden een soort. De meeste komen van Soeran af. Die heeft het allemaal gegift aan trouwe kijkers. Maar alsnog. Awesome om te zien. En ik speel inderdaad op de PS4. En ik weet dat je van me heeft de sub gekregen, maar alsnog. Ook voor jullie, zeg maar. Voor Mike en voor Devil. Ik snap, of ik neem aan dat jullie dan inderdaad vaak komen. Later deze man. En ben al tier 98 en level 70. Dan heb je heel veel gespeeld, dan zie je. Damn. En wat, sorry Jay. Wat was er? Waarom redt hij niet? Wat is er met de game in hand? En dan dacht ik dus ik was. Dat snap ik, Dutchbom. Dat snap ik, kan ik begrijpen. Dat is wel inderdaad, als je echt een autofreak bent, een ding wat je echt aanspreekt, waar je ook naar zoekt. Dus dat is logisch. En ja, ik weet het. Sorry daarvoor. Ik zei inderdaad van anders sub je niet. Je bent een held, inderdaad. En later Stingy ook nog. En dat zou best kunnen. Dan zie je dat boeit echt niet heel veel wie beter is. Of wat dan ook. Stats boeien niet echt naar mijn mening. Zolang het maar leuk is. Alright. En later Devil trouwens nog. Wat rust in. En ja, bedankt voor de subscription. Van jezelf en van Dutchbom. En tot volgende keer. Waar gaan we naartoe? Ik heb geen idee. Klik maar wat aan. Wailing? We moeten al die kisten nog, maar daar heb ik geen zin in. Ga maar naar retail.
Is goed, dan ga ik met je mee. Dat is helemaal een bonus dan inderdaad, Digimon. En ja, precies. KD kun je makkelijk boosten door naar Tilt te gaan. Je kunt ook makkelijk winnen. We hebben vaak genoeg gewonnen door echt gewoon letterlijk niks te doen en alleen de laatste duur te killen. Als challenge zijn of wat dan ook, dus. Ik heb eens een keer gewonnen om alleen maar in een huis te zitten wachten. Oké, dan. We zullen even irritant mensen eruit halen. Nog een tip. Zet de last. Ja, dat moet ik nog doen, Devil. Dat komt eraan. Oh, jij bent hier, Jay. Moet ik inderdaad doen. En hetzelfde met follows. Dat is een belangrijk iets. Dat had ik nog niet gedaan, aangezien ja, het nog niet heel erg liep. Het was puur in het begin. Dat er van YouTube af mensen kwamen. En daarna ging het wat rustiger. Dus. Maar zeker een belangrijk iets om mee te pakken. Ik zal proberen het morgenavond te hebben. Weet je wat ik wonderbaar vind? Je hebt nog niet... Ik beloof niks. Anders weekend. Wat is er, Sojay? Je hebt nog niet... Je hebt je record net doorbroken met je... Met je... Hoe heet het? Stream Deck ding. Hoe heet dat? Stream Deck, ja, is mee. Ja... Ik weet niet hoe... Fluffy Unicorn shit ding. Oh, jij was ermee? Ja, dat Fluffy Unicorn knopje. Ja. Ja, na, zeg maar, je had een record van 11 keer achter elkaar in één, nou zeg maar, potjes achter elkaar en heb je die verkopen. Oh, zo. Korentje. Hier ligt nog een groene AR hierboven. En eens even kijken. Ja, dat snap ik inderdaad, dus man. Wij zijn daar iets radicaler in, I guess. Als gewoon iemand zo komt, die verpest toch een beetje de mood voor iedereen, dan is het gewoon een ban. Geen eens een timer. Easy. Kan nog zo goed bedoeld zijn misschien dat hij langskomt en wat dan ook, maar ik wil het gezellig houden in de chat. Dus dat is het. Black, heb je nog een groen AR? Nee, ik heb een wit AR. Een groen AR nodig wel. Dus ik kom gelijk rechtsomkeerd. Ja, je... Legend, wat doe je? Oh ja, ik heb geen moobot dingen meer, laat maar. Devil0 en hey. Kevin15 heeft 5 euro gedoneerd. Adios. Adios, Devil. Dankjewel nog voor je donatie van 5 euro. Kan er ook nog op bij. Subscription. Geef de subscription weg en doneert ook nog 5 euro. En ik word beschoten en ik ga neer. Wat een geweldige timing. Ik word waarschijnlijk afgeschoten door een fantastische rifle nu. Yup. Waar? Maar adios, Devil. En hartstikke bedankt. Awesome om te zien. Vanaf de taco-tent. Taco-tent. En voor je neus. Wow, ik ben echt scheef. Oké, okay, ben scheef. Ja, nou ja, ik ging ook dood. Dus het is geen schande als je dood gaat, hoor. James. En dit loopt iemand achter je. Ook nog. Hij wou niet schieten! What the fuck is dat? Weinig aan te doen. En ja, oké, okay, dat is ook zeker wel. Dus om geloof ik ook wel. Dat moet je ook wel zijn, als moderator zijnde. En precies. Als hij zich normaal wat inhoudt, dan... Je hebt sowieso, dan geef je hem vaker een time-out, omdat hij gewoon irritant bezig is. Maar als hij echt zo ruzie komt maken, dan is het gewoon... En hoeveel wins ik heb in totaal? Je kan het je wel laten zien, profile. 68, 77 en 46. Moet je zelf maar even optellen. Nou, volgens mij rond de 180. Hoeveel? Nee, 247, dat klopt helemaal niet. 77, 68 en dan nog 45 of zo, squad. Wins boeien niet, dat is het hele ding. Ik heb wel veel wins, maar ze boeien me niet. Ik speel voor een plezier. En ik heb liever een match met veel kills en Tilted bijvoorbeeld. Dat het heel gezellig is en leuk, zeg maar, en dat de interessante kills zijn. Dan dat ik win met 2 kills of zo. Wat was dat ook weer, Black? 77, 78 aan? 77, 68 en 45 of zo, volgens mij. Zoiets, dacht ik, of ze, ik weet het niet meer. Ach, ik heb geen idee. Ik werk er geen idee meer. En 43, dus 188. En nee hoor, Woesom, jij hebt niks gedaan, toch? Waarom? Is niks aan de hand? Winnen is een sub. Oké, de challenge. Winnen is een sub. Oké. We moeten ons best doen, Jay. Ik ga er even goed voor zitten nu. Ja, doen we dat. Wij gaan naar... 100% veel, nul skills. Dankjewel, Woesom.
fijne clip ook. Sinds de host ben ik niet meer echt aan het opletten, to be honest. Was je dat daarvoor dan wel? Bedankt Jay, en bedankt. Waar? Oh, jij ging naar Pleasant toe. Oké, we gaan gesplitst droppen blijkbaar. Ik ga naar Tomato. Dat werkt beter, solo en duo's. Komt helemaal goed, we moesten winnen, dus... Bij de eerste persoon die ik tegenkom, ga ik al dood. 100%. Wat is het geluidje van 100% als je weet wat ik bedoel? Nee, Suran. Ik wil niet weten wat jij bedoelt met morgen in het vizier. Maar... Het is al morgen. Dus zo... Ja, oké, okay, het is al vrijdag. Maar er is alleen maar iets voor... Was het nou 25 plus volgens mij? You only have one chance. Ah, komt goed. Komt goed. Ik heb vol vertrouwen in mijn draakglider en de rest. Ja, ik ben ook bang dat ik zo'n cadeau weet, Daryl. Graag. Veels mag je ook klippen, maar liever niet. Want ik verdrietig en dan haal ik mezelf later in slaap. Dat moet ik niet hebben. Eindelijk een shotgun. Ah, die glider. Ik vind stiekem die glider al wel het subscriber waard. Jij niet? Zo gemeen. Ik zal mijn best doen. Het is wel handig dat we gesplitst gedropt zijn. Ik was niet aan het opletten weer. Normaal, ik let nog wel eens op trouwens. Wij hebben trouwens de matches gewonnen. Van in de stream. Zo erg is het niet. Alleen na een bepaald moment niet meer. Maar was het vandaag? Ja, vandaag. Nee, niet vandaag. Nee, niet dat het afgelopen uur. Nee. Okay. Niet op die manier vandaag. Glider is een follow-out. Oké, okay, wow. Ja, dankjewel. Dat is al een goed begin. Nee, maar dat is zo hard. Ik headshot hem 3 keer en hij is niet dood. Geen paniek. We kunnen nog steeds een subscription winnen. Ik heb een keer eerder solo in duos gewonnen met 13 kills. Dus, ja, ik had ook van de week... Laat ik trouwens mijn shields innemen. Ik ben echt... De druk. Nou, komt goed. Ik dacht dat jij wegging, Devil. En niet dat je weg wil hebben, maar ja, doe maar. Het is toch nog spannend. Kijk, Black, dat heb ik ook gehad. Zeg maar, ja, dat weet ik. YouTube, dat zijn veel zeg meer ik mensen van, ik ga hebben. Weg. Dan maar dan ga ik nooit kijken. Weg. Nee, dan blijf je toch nog stiekem kijken, want het is zo spannend. Ik heb vertrouwen in je, oké, nou dat is ook al, dat is goed. Ik heb wat vertrouwen in je, denk ik. Ik heb alleen vertrouwen in me als ik nog een beetje een oké rival krijg. En materials heb. En dat heb ik beide niet. Ik heb een tactical subby. En als ik iets haat, dan tactical subbies. Ik vind ze echt niet fijn. Kan het je niet kwalijk nemen, Devil. Of ik zin heb om nog een paar victories te hebben. Dat is elke dag wel de bedoeling, maar... Ja. Houd me op eigenlijk. Val vanzelf in slaap. Nou, ik weet nou niet of dat nou een compliment is. Als je met mijn stream aan in slaap valt. Maar zet me even zien voor het gemak als een compliment. Moet ik ver lopen trouwens? Nee, ik zit in de zone. Ik ga eens bij die huizen kijken. Het is niet wat je denkt. Oké, goddank Soeran. Blijf dat ik moet gaan. Ja, oh ja, is goed, je. Laat eens. Laat me maar alleen in deze barre wereld. Wees maar zo iemand. Ja, ik kan niet. Honderd toeters, inderdaad. Een hele fanfare voor mijn deur. Donatie van een euro. De rest allemaal uitgeven aan de hele fanfare. Oké, later. Ja, laat eens. Ik weet dus niet of ik morgen Fortnite doe, Vreedzakje. Misschien wel, ik denk het wel. Ik denk dat ik het morgen zo ga doen. Dat ik 's middags live ben met Gravel. Dat is een rally game. En dan 's avonds live ben met... Oh jee, de nieuwe rifle. Woehoe. En dan 's avonds live ben met Fortnite. En dan ook met kijkers, duos en squads. Tot laat in de nacht, zeg maar. Ik denk dat dat het plan is. Ik zou zo graag een AR willen hebben. Gaan we eens even kijken of die Scryne eentje heeft.
En ja, ik denk ook inderdaad dat Senna morgen gewoon niet naar school gaat en gewoon alleen maar slaapt. Ik word beschoten, daar ben ik erg blij mee. Auw. Oké. Okay. Send help. Ik ga even wegrennen. Tactisch wegrennen. Dan komen we hier weer naar boven. En dan hebben we daar die dude. Dan zijn ze in gevecht. Ik ga even shield pakken, want ze zien mij toch niet. Phew. Had een van jullie een normale rifle? Ja, fijn. Dank u. Oké, okay, met... Oh, ik heb geen dak gebouwd. Boven mijn hoofd. En ik moet werken tot 8, daarna ga ik op stap. En kan de rond 1 uur. Ik weet niet of ik om 1 uur nog live ben. Vrees zeker met, denk het wel. Morgen zal een lange stream worden in ieder geval. Oh, great. Oké, okay, zover. Ik heb geen materials meer. Dat was leuk. Toi. Ik kon niet heel anders maken. Ik had Jay niet. Dat was deze schat. Niet mijne. Totaal niet mijne. Dacht dat ik veilig zat. Helaas. Eens even kijken. Ik weet niet, er waren nog wat subscribers volgens mij. Nope. Dat Jay was de laatste. So sad. En ja, Jay, het is fijn dat je een blauwe AR hebt. Daar had ik niet wat aan. Die lag 3 kilometer verder weg. Geen probleem, joh. Later. Bedankt voor de follow in ieder geval. En breng je het... Wat? Je brengt nou toch... Op die... Nee, Soeran, nee. Doe me niet. Ik denk wel... Ja, de tegenstander Sky, dat is lastig. Ik denk wel dat ik nu de stream in ieder geval afsluit. Want ik moet er ook alweer vroeg uit. Dus ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Iedereen nog hartstikke bedankt. Die van Puk. Waarom kom je even terug? Wat jij even bij aan het doen? Iedereen bedankt in ieder geval die van Puk over is gekomen. En is blijven steken. Gefollowed heeft, gesubscribed heeft, gedoneerd heeft zelfs. Het is echt awesome om te zien. Puk nogmaals bedankt. Ook al ben je er niet meer, maar alsnog bedankt. En ja, awesome om te zien. En hopelijk tot de volgende stream. Tot dan. Laters.